Het is zo'n mooi groen stukje Barendrecht. De trimbaan langs de Oude Maas. Toch komen veel Barendrechters hier niet graag meer. Het gebied wordt gebruikt als homo-ontmoetingsplaats. En dat zorgt ook voor overlast. We hebben inderdaad klachten ontvangen, divers, van inderdaad seksuele handelingen tot naaktrecreatie, potloodventen, noem het allemaal maar op. Daarvan vinden wij dat niet kan. Jonathan Vrijman van de lokale partij Echt voor Barendrecht vraagt daarom het college van burgemeester en wethouders hier iets aan te doen. Hardlopers en mensen die een hond uitlaten zeggen het niet graag voor camera. Maar geven wel aan zich soms onprettig te voelen in het gebied. Als ik met mijn hond loop, loop ik het liefst wel buitenom. Dus niet door het park zelf, wat ja, wel zonde is. En het is een mooi stukje natuur en stil en de vogeltjes. Dus super fijn lopen. Maar dan kom je dus wel eens wat troep tegen die je niet tegen wil komen, zoals condooms of zo. Dus, Moet er iets aan gedaan worden? Ja, ik vind het toch wel prettig om te lopen met een veilig gevoel. Dus wat dat betreft, ja, dan toch wel, ja. Nou, we staan hier dus aan het begin van de trimbaan, waar dus de overlast plaatsvindt. En meestal staan aan deze kant van de parkeerplaats de auto's voor mensen die hier voor recreatieve doeleinden komen. En aan de andere kant van de parkeerplaats staan vaak de auto's van de mensen die gebruik willen maken van de homo-ontmoetingsplek. Het is een rustige dag vandaag. Het is vandaag een rustige dag wat dat betreft. Toch zien we ook vandaag auto's af en aan rijden met mannen die hier niet alleen een stukje komen wandelen. Als ze de camera zien, gaan ze er snel vandoor. Over het algemeen zijn het waarschijnlijk wel mannen die gewoon een gezin hebben. En die ook waarschijnlijk dan moeilijk uit de kast kunnen komen. Want dan kan ik me voorstellen dat die mannen gewoon ook die plek heel hard nodig hebben. En dat die ook niet goed weten waar ze anders terecht moeten. Ja, klopt. Nee, dat is natuurlijk ook wel gewoon... Gewoon een terechte opmerking. Natuurlijk hebben die mannen gewoon hebben behoefte aan een plek. Maar deze plek is in onze ogen misschien wat minder geschikt. Omdat hier ook gewoon recreerend publiek is. En dus pleit Echt voor Barendrecht voor strengere handhaving. Dus meer boetes voor overlastgevers. We hebben in de antwoordbrief van het college te horen gekregen dat er wel wordt gehandhaafd. Maar dat er nog geen enkel procesverbaal is uitgedeeld. Misschien is dat een kans, hè, dat we hierop strenger gaan handhaven.